Een creatieve persoon, hè, die zegt je moet veel met je handen doen. Dat zegt mijn volgende gast ook. Die is ook heel erg creatief. Het is alweer een paar dagen oktober. En in oktober, u weet het, hè, is er extra aandacht voor borstkanker. En mijn volgende gast zet zich echt met volle 100% in voor de strijd tegen borstkanker. Ze is Nederlands beroemdste lingerieontwerpster. Graag uw aandacht voor Marlies Dekkers. Wat leuk dat je er bent. Hartelijk welkom. Ga lekker zitten. Dank je. Wil je koffie, thee? Een glas water. Een glaasje water? Ja. Nou, dat is makkelijk. Marlies, fijn dat je er bent. Jij zet je, ik heb het er net al gezegd in de inleiding altijd. Jij zet je al een aantal jaar ontzettend goed in. Voor vrouwen die borstkanker hebben of vrouwen die te maken hebben gehad met borstkanker. Preventief, zowel als, nou, daar komen we straks over het ontwerp van een BH. Wat is de beweegreden daarvoor? Ja, het is misschien niet zo heel onlogisch, omdat ik natuurlijk eigenlijk heel mijn leven of mijn passie is borsten. Mijn werk is om borsten zo mooi mogelijk uit te laten komen. Dus ik krijg al zo'n 10 jaar lang brieven van vrouwen die getroffen zijn door borstkanker van kan jij iets doen? Maar ik vond dat een hele moeilijke vraag. Ja. Want ik dacht, ja, ik kan iets doen als daar volume zit. Het is een beetje plastisch gezegd, nee. Maar dan kan ik het reshapen, opduwen of wegdrukken. Je hebt een schitterende BH aan van jezelf. Dank je. Dus dan kan ik er iets mee. Maar ja, ik dacht, wat als er niks zit, wat kan ik dan doen? Ja. Maar die vraag bleef me natuurlijk ook wel ook door mijn hoofd heen spoken als vrouw daar zo indringend naar vragen. En toen kreeg ik een paar jaar geleden een brief van een oncoloog en die zei, weet je eigenlijk dat je al heel veel betekent voor vrouwen die borstkanker hebben en een reconstructie hebben? Die man heb ik uitgenodigd. En die heeft me eigenlijk heel veel uitgelegd hoe het gaat, hoe reconstructies gaan. Ik zei, mag ik dan weten hoeveel volume is er dan nog? Of hoe ziet dat eruit? En hij heeft me heel veel medisch materiaal laten zien. Waardoor ik het steeds beter ging begrijpen. Toen hebben de 20 vrouwen zijn bij mij in de winkel geweest. En toen mocht ik kijken. Dus die of een amputatie hadden gehad of een reconstructie. Ik mocht voelen, beweegt het nog? Of hoe gedraagt het weefsel zich? Toen hebben we uit mijn bestaande collectie gekeken van welke shapes passen dan goed of welke beugel zit goed of welk volume zit goed. En toen kon ik eigenlijk toch nog heel veel vrouwen gewoon helpen met mijn bestaande collectie. Ja. Maar niet iedereen. Maar er is ook een nieuwe uit voortgekomen en dat Precies, is de kerbra. En dat is dus vrouwen die een volledige amputatie hebben. Nou, en toen dacht ik, dat is echt nog een hele weg. En daar ben ik de afgelopen 2 jaar mee bezig geweest. Dat is geweest. Deze, hè, die we hier zien. Ja, dat is die. En dat is dus, daar zit een apart zakje in. En daar kan je de prothese in doen. Dus of 1 of 2. Ja. Dus dat is voor die vrouw die ik niet kon helpen, is er nu in ieder geval deze BH. Wat mooi. Ja. Ja, dat is toch heel bijzonder dat dat dan op jou, op je pad komt. Dus, ja. Ja, dat kan. Nou ja, het is voor vrouwen ook dat ze zeiden van juist jouw BH. Ja. Want het is natuurlijk, die bandjes, die staan ook een soort voor trots. Dat vrouwen trots zijn op een décolleté. En het is ook een beetje afleidend. Dus het leidt ook een beetje af van een litteken wat er soms zit. Of het maakt het echt mooier. Ja. Dus vrouwen voelen zich echt heel trots. Dus ik ben ook heel blij dat ik dat heb kunnen doen. En deze heb je ook speciaal ontworpen, hè? Ja, deze is speciaal ontworpen voor de Pink Ribbon. Pink Ribbon tekentje erop. Hiervan gaat een deel naar Pink Ribbon Stichting in Nederland. Maar we doen het in 5 landen en ieder land heeft zijn eigen stichting. En daar gaat een deel voor onderzoek naar heen. Dus dat is speciaal voor deze BH. Mooi als je dat kan doen in je leven, hè? Zoiets teruggeven voor je succes. Ik ben er heel blij mee dat ik daar iets in kan betekenen. Marlies, sta je ook aan mijn jongere ik op hartig brief van bijzondere Nederlandse vrouwen. En jij geeft 18 tips aan jouw jongere ik. De jongere Marlies Dekker van toen zij 18 was, hè? Hoe oud ben je nu eigenlijk? 45. 45? Niet te zien. Wat vind jij de meest bijzondere tip waarvan je zegt, nou, daar moet eigenlijk iedereen bij stilstaan? Dus ik heb hier een aantal tips gegeven. En één bijvoorbeeld, het is ook een beetje ludiek bedoeld van word geen
een kopie van je moeder. Wordt geen mini-mie van je moeder. Wordt geen mini-mie van je moeder. Respecteer je ouders, maar ga je eigen weg. Ja, precies. Ik denk dat dat in ieder geval belangrijk is. Ik heb dat zelf gedaan, maar dat is ook wat ik mijn dochter aanmoedig. Maar ook, ja, uiteindelijk wie betaalt, bepaalt. Dus zorg dat je eigen geld verdient. Handen uit de mouwen en ga werken. Maar ook zorg dat je zelfstandig bent, zorg dat je kan koken, zorg dat je gewoon je huis kan schilderen. Ben zelfstandig. Je ontwikkelt op elk gebied, ja, ook op cultureel ook gebied. Op cultureel want dat gebied. Is dan heel bijzonder, want jij komt uit een nest. Je vader werkte in een fabriek, klopt ja, dat? En ja. Je moeder was huisvrouw. Ja. En jij zat op de huishoudschool eigenlijk. Ja, klopt. En toen ben je gaan vrijvechten. Ja, ja. Ik kom van ver, maar ik ben uiteindelijk zeg maar van uit dat arbeidersmilieu, huishoudschool, toch in de kunstacademie, dus HBO. En uiteindelijk toch al een vrij succesvol bedrijf kunnen opbouwen. Ja, kunnen we wel zeggen, ja. met hoeveel zaken over de hele wereld? Ja, wel veel. Ja, wel veel. In heel veel belangrijke plaatsen op de hele wereld. Ja. Een van de mooie tips die jij ook geeft, is eigenlijk heeft te maken met Fred Astaire en Ginger Rogers. Ja. Gaan we even naar kijken. We hebben een klein fragmentje ervan. Leuk. Please, teacher, teach me something. Nice teacher, teach me something. I'm as awkward as a camel. That's not the worst. My 2 feet haven't met yet, but I'll be teacher's pet yet, 'cause I'm going to learn to dance or burst. Nothing's impossible, I have found. But when my chin is on the ground, I pick myself up, dust myself off. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook heel de strekking van alle 18 tips. Volg je dromen, weet je. Mijn motto is ook dare to dream, dare to grow, dare to be. Dus het is, als je erin gelooft, tuurlijk krijg je tegenslag, maar raap jezelf op. Poets jezelf weer op, zoals ze dat zo mooi ook in dit fragment zeggen. En ga er weer voor. En ga er weer voor. Ja. En jij zegt zelfs, als het even kan. Het refrein, zeg het elke dag hardop, ja. Tegen jezelf. Ja, tegen jezelf, ja. Betekent dat jij ook denkt dat het leven ook echt maakbaar is? Dat wat je wil, dat je dat, als je dat maar goed voor gaat, dat je ja, dat ik, kan ik geloof heel erg in de maakbaarheid van het leven. Omdat juist waar ik vandaan kom, zeg maar, en waar ik nu ben gekomen. Maar natuurlijk loop ik ook aan tegen dingen. Niet alles is maakbaar, maar heel veel is wel maakbaar. En dat, daar probeer ik ook mensen om me heen heel erg in te motiveren en te stimuleren. En ja, ook de vrouwen die mijn lingerie dragen met mijn werk, probeer ik dat ook heel erg uit te dragen. Een krachtige vrouw ben je, die ook de kracht aan anderen wil geven. Vroeger werd je gepest. Heeft dat, als je er nu op terugkijkt, hoe denk je over die periode? Ja, als je gepest wordt, is het natuurlijk. Kijk, want je zag er toen zo uit, hè? Ja, maar dat was na het pesten. Dat is je eigen weg. Oh, dit was toch na het pesten? Oké. Okay. Nee. Het was een reactie, denk ik, erop. Had je pijn? Indien, laten we eerst naar die tijd gaan. Had je er pijn van? Ja, pesten is denk ik nooit leuk. Maar achteraf gezien denk ik, iedereen toch die anders is dan de groep, wordt gepest. En ik denk dat ik, ook al was ik jong, dat ik toch wel anders was dan de groep. Ik heb er geen trauma aan overgehouden, zeg maar. Maar het heeft me wel gevormd. Ik wou net zeggen, misschien heeft het je wel sterker gemaakt. Dat denk ik wel. Dat zeggen ze vaak, hè? Want je weet om te gaan met, ook als het niet leuk is. En ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. Van, weet je, mensen zeggen, maar jij bent zo succesvol. Zeg, maar de weg gaat nooit zo. Nee. Weet je, de weg gaat ook zo. En als je hier zit, dan moet je jezelf ook weer oprapen. Oprapen en jezelf afstoffen. En gewoon weer door. Ja. Hoop, geloof, liefde. De 3 pijlers van het leven. Ja. Welke wil jij? Welke kies jij? Geloof. Geloof? Ja. Oké. Welke rol speelt geloof in jouw leven? Ik ben katholiek opgevoed. Ja. De Bijbel is voor mij altijd wel een leidend boek. Het is natuurlijk wereldliteratuur. Het is niet dat ik er... Ja, was vroeger zelf misdienaar, toch? Ik ben zelf misdienaar, res... Dat was toen zeg maar ook heel bijzonder, want dat mocht eigenlijk helemaal niet. Ik heb het geloof ook weer van me afgeduwd en ik heb het recent eigenlijk weer omarmd. Vandaar dat ik ook kruis draag weer, maar op mijn eigen manier ingevuld. En,
En dus die invulling, is iets losser zonder dogma's? Ja, precies. Nog losser. Ik vind de kerk gewoon wel een hele fijne plek. Mm-hmm. Om te reflecteren, om tot rust te komen. Maar ik vul het in op mijn eigen manier. En geef je deze eigen manier, zoals je die invulling nu geeft aan het geloof, door aan jouw dochter, Zilver? Ik doe een poging. Ja? Maar ze zegt, ik geloof daar helemaal niks van. Dan zeg ik, maar het geloof niet in iemand, maar eigenlijk is het geloof in jezelf. Ja. Want je hebt ontzettend mooi contact met je dochter. We hebben een fragmentje daarvan. Gaan we even naar kijken. Ja. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, van, nou, je mag alles kiezen. Van heel de wereld, wat je zou willen nu. En dan wil ze bijvoorbeeld dat ik ga strijken of gewoon ga koken. Dus ik weet gewoon dat ik haar heel gelukkig maak met hele gewone dingen. Dus dat... Maar hoe vaak lukt het Zilver om samen te koken? Meer dan 2 of 1 jaar geleden. Ja? Veel meer. Had ik echt bijna zeldzaam en nu toch wel 3 keer 2. Dat is jouw grote trots, maar... Ja, het was toch jong, hoor. Het is nu al groter dan ik. Hoe oud is ze inmiddels? 13. 13? Ja. En zit het creatieve van jou er ook al in? Nee, ze heeft officieel tijdens een diner heeft ze gezegd van... denk niet dat ik dat heb. En toen zei ik ook, word geen mini-mie van je moeder. Precies, dus ga vooral je eigen weg. Prachtig. Nou, ja. Met jouw begeleiding zal het vast wel goed komen. Marlies, ik wens je alle goeds. En ik dank je namens vele vrouwen voor al het mooie wat je doet. Dank je wel. Wilt u meer informatie over alle projecten van Marlies? Want er is ook nog een speciaal tijdschrift zelfs. Kijkt u dan even op onze website koffiemax.tv.